En die mensen onderzoeken dus juist dit soort dingen. En precies van, oké, dan hebben we hier wietolie. En ze hebben voor mij wietolie specifiek nog niet onderzocht. Maar dat zouden ze typisch wel kunnen doen. Zo'n research instituut is het wel. Dus de farmaceutische industrie die zal typisch heel erg tegenhouden dat een middel wat heel veel positieve effecten heeft, wordt onderzocht. Want dan kunnen ze opeens allerlei andere middelen niet zo goed meer aan de markt verkopen. Zeg maar. Dat is ook heel vervelend, dat snap ik. Dat is ook belangrijk, dat moet ook geld verdienen worden. Maar mensenlevens is veel belangrijker.